Om de vraag te beantwoorden, heb je echt een rugzak nodig om rond te reizen in Zuidoost-Azië? Nee. Yes, dat ik doe maar voor mijn schimmel. Ik ga nu mijn eigen ontbijt samenstellen. Dat is een weegschaal zonder batterij. Ik krijg mijn rugzak niet meer toe. What the fuck was die boottrip? I swear to God. Oh, mijn God. Hoi, mijn naam is Ellen. 4 maanden nadat ik mijn mama verloor, besloot ik om al mijn bezittingen in een garagebox te stoppen en een one-way ticket te kopen naar Zuidoost-Azië. Dag, dag oud leven. Met deze reis hoop ik niet alleen de wereld te ontdekken, maar vooral mezelf. Welkom in mijn leven. Oh my god mensen, ik krijg mijn rugzak niet meer toe. Oh my god, deze gaat toch niet meer toe. Deze gaat echt niet meer toe. Ik heb hier echt een paar dingen extra gekocht. Als in 15.000 boeken, maar de meeste steek je in wat zijn rugzak. En dan, I don't know, 2 verschillende outfits extra. En ik krijg gewoon mijn rugzak niet meer toe. Dit is echt een probleem. We moeten binnen half uur weg. Kijk. Die gaat echt scheuren. Godverdomme. Oh my god, praise the Lord. Oh, ik had echt paniek. Bon, dat is nog niet alles, hè, want er is nog natte kledij die erbij moet. Maar die ga ik aan. Roze broek. Roze broek? Ah nee, die heb ik vorige keer gekocht. En die gaan nu al in de vuilbak, want eigenlijk zat die niet goed. Dus ik ga die gewoon hier laten. En dat topje dat erbij hoorde is ondertussen al kapot gegaan. Voor moest je de vorige vlog hebben gezien, dat was... Weet je nog, dat paars en dan dat bovenstuk ook in dezelfde kleur. Met een paars shortje voor daaronder. Dat was 15 euro in zo'n lokaal dingetje. Ah wel. So, let's just leave that here, want er past toch al niks meer in mijn rugzak. Ik wist het, hè. Ja, en daar staat hij nog. Oh nee, krijgt jij die weg? Ja. Ik heb binnen nog eens even belastingen mogen betalen. Nu blijkt dat dat pas een uur later vertrekt, dus we staan hier nog een uur vast. Nee, ja. Weer al. 11:30. Ik weet niet of je mij gaat horen, maar aangezien dat wij nu toch nog een uur moeten wachten, gaan we nog eens ontbijten. We hebben deze ochtend al ontbeten, want dat zat bij ons hotel. Maar eigenlijk stelde dat echt niet veel voor, dat was echt super weinig. Gewoon 1 mini pannenkoekje en dat was het. Het is nu 1 uur later en ik heb al terug honger, dus ik ga nu mijn eigen ontbijt samenstellen. Sauteed mushrooms en vegan feta en poached egg, please. No bread? Oh ja, yeah, the sourdough. Sourdough, how many slices? Oh, just one is okay. One slice. Yeah. Mm. Yeah. Begon rustig, zoals je kunt zien, maar het was ten eerste super warm. Ik was mij daar echt kapot aan het zweten, net zoals iedereen. En hierna, what the fuck, hierna ging het downhill. Echt waar, wait for the storytime, want dit was echt de ergste boottocht van mijn leven. En nadat wij 4 uur voor ons leven hebben gevreesd, werden wij ook nog eens opgewacht door allemaal taxis. Al die benen daar, dat zijn allemaal taximannen, die waren aan het wachten op ons. Oh, wij gaan rijden. What the fuck was die boottrip? I swear to God. Ik heb echt in lange tijd niet meer zo fucking bang geweest. Ik dacht echt dat ik in mijn broek ging plassen van de angst. Ik was fucking hard aan het trillen. Ik heb een filmpje gemaakt op mijn gsm. En daar ben ik... Ik kon dat gewoon ook niet stabiel houden. Like, ik was helemaal aan het trillen. Ik weet niet of je dat kunt zien in dat filmpje. Dat waren echt de 3 ergste uren van mijn fucking leven. Ik dacht echt letterlijk, dit waren de laatste uren. Ik dacht, wij stonden op met zon. Dus ik dacht, oh my god, de zee gaat rustig zijn. Want er is zon, er is geen regen, er is geen wind. Like, hoe chill is dat? En dan zitten wij letterlijk een kwartier op de boot. En ineens begint dat echt fucking hard te schommelen. Die golven waren gigantisch hoog. Op een gegeven moment, die boot was zo hoog op die golf en die gaat naar beneden en allemaal water in die boot. I swear. Wij zaten bijna helemaal van achter, hè. Letterlijk alles was nat. Die boot ging gewoon zo scheef en ik dacht echt, oh my god, 1 golf te hoog en die doet ons gewoon helemaal om, hè. En het ding is, als je bang bent van iets, kun je er meestal wel uit. Dit ging niet, hè. Dit was gewoon blijven volhouden. Maakt niet uit. Zie maar dat je het nog 2 uur volhoudt. Want je kunt niet even van die boot stappen en zeggen, sorry, ik zie het niet meer zitten. Mijn armen, mijn benen en mijn handen waren echt aan het tintelen. En aan het verkrampen van de schrik, hè. Ik dacht echt, oké, maar ik moet nu echt iets ondernemen. Dus ik had geprobeerd om ademhalingsoefeningen te doen, maar dat werkte eigenlijk niet. Want dat werd niet alleen maar erger, maar dat verbeterde helemaal niet. En toen dacht ik terug aan een documentaire dat ik heb gezien op Netflix met Chris Hemsworth. En de eerste aflevering gaat over hoe dat je in heel angstige situaties jezelf onder controle kunt houden. En daar zei hij, de Box Breathing Method is iets wat heel veel soldaten in het leger gebruiken om zichzelf rustig te maken als ze heel veel stress hebben. En dus ik dacht, oh my god, I need to try that now. En dat is letterlijk 4 tellen inademen, 4 tellen houden, 4 tellen uit en 4 tellen houden. En zo heel de tijd. Ik heb daar letterlijk 1 uur zitten mediteren op die boot, hè. Ik was aan het staren naar een touwtje van een zwemvest dat zo beneden hing. Ik denk dat ik amper met mijn ogen geknipperd heb van de angst. En ik heb letterlijk 1 uur lang die ademhaling gedaan. Ik had rustgevende muziek in. En pas na 1,5 uur, ik moest echt 1,5 uur lang doen. En dan pas werd ik rustiger. Ik ben zo fucking dankbaar voor die documentaire. Want dat heeft er echt voor gezorgd. Like, I don't know hoe ik dat anders had overleefd. Ik wil echt geen boot meer nemen. Wauw. Dit was echt fucking scary, man. Niet fijn. Nee, niet fijn. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik dacht ook dat ik dood ging. En ik was ook gewoon letterlijk bang voor onze spullen. Dit is ook echt letterlijk 2 maanden geleden gebeurd in Thailand, hè. Maar toen was er wel echt een storm. Like regen, wind, alles. En heel social media stond vol met video's van 2 boten die gekapseist waren in Koh Tao. Heel die voorkant was afgebroken door een keigrote golf. En dus mensen moesten allemaal eerst naar de achterkant van de boot. En dan moesten die letterlijk van de boot springen. Met hun zwemvest aan. En 20 minuten hebben die in dat water gezeten. Totdat er een andere boot die is komen redden. Ze zeiden dat ze wel alle luggage hadden gerestored. Ook al snap ik niet hoe je dat kunt doen. Maar ja, in welke dingen? Want like, als alles nat is, dan is alles toch kapot. Behalve je kleren. Kleren kun je wassen en klaar. Maar like, onze laptops en onze camera's, dat is like, zonder dat... Bon, anyway, daarna heb ik iets superleuk gedaan. Ik ben eindelijk een valies gaan kopen, want ik was zo klaar met die rugzak. Ook is geen valies. Dit is handbagage. Dit is wat voor iets zou moeten hebben. Zo dit, welk formaat? Het tussen of het grootste? Dat weet ik niet. Maar dat is Samsonai. Die staat letterlijk in onze garagebox. Die is keigoed. Goed geregeld, hè? Oh my god, ik heb een valies gekozen. Okay, het was een harde beslissing, maar ik ben voor de American Tourister gegaan. Leuk, hè? Om de vraag te beantwoorden, heb je echt een rugzak nodig om rond te reizen in Zuidoost Azië? Nee, 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 absoluut niet. I don't know wie dat verzonnen heeft. En dan nog zijn er mensen die zeggen, hé, jawel, jawel. Nee, kijk, weet je wat het ding is? Ten eerste, alle plekken waar je meestal gaat. Ik zal even zeggen waar we allemaal geweest zijn. Moest jij naar een van deze plekken gaan. Deze zijn allemaal fantastisch te doen. Mijn valies. Eerst naar Thailand, Bangkok, Koh Lanta, Krabi, Koyao Noi, Phuket, Dan Maleisië, ja, dus dat zijn alleen maar steden dat we hebben gedaan, dus daar ook 100%. Dan Bali, gewoon rond Bali gegaan. En daarna dus naar die Gili-eilanden. Ik dacht, want ik had dat ook al gezien, dat er een probleem ging zijn op het eiland waar we dus vandaag waren en vandaag terug zijn gekomen. Er was dus geen probleem. Zoals je kunt zien, er is een deftige steiger, die mensen pakken meteen hun valies aan en die steken die meteen in die boot. There is literally no problem. Het enige probleem dat kan gebeuren is dat je naar een klein eilandje gaat, zoals Gilimeno, dat is like een mini-eilandje en daar gaat je letterlijk naartoe met een gewoon bootje, geen speedboot, maar echt zo'n soort van vissersbootje. En daar word je afgezet in het water, dus je moet eigenlijk in het water stappen en dan het strand af. Ja, dat is het probleem met een valies. Maar dat is bij ons nog niet voorgevallen en ik bedoel, dat is in Rayleigh zo in Thailand, in Gilimeno en er zullen nog wel een paar andere eilandjes zijn waar dat zo is. Maar voor die 2 of 3 keer dat dat een probleem gaat geven, wil ik niet fucking 15.000 keer met een rugzak zitten sleuren. Yo, ik ben deze vlog aan het editen en ik wil even zeggen dat we wel niet naar landen zijn gegaan zoals Cambodja en Filipijnen. En ik denk dat het daar veel minder toegankelijk is met een valies, eerlijk gezegd, omdat de plekken waar wij geweest zijn, zijn best toeristisch. Dus moest jij wel in die landen zijn geweest, feel free om in de comments te zetten of het toegankelijk is met een valies of een rugzak, zodat mensen die daar ook naartoe willen gaan, kunnen weten of dat ze per se een rugzak nodig hebben. Want eerlijk gezegd, dit had mij heel erg geholpen voordat ik vertrok, eerlijk gezegd. Een probleem, het is ook maar... Hallo? En een probleem, het is ook maar, je moet gewoon je rugzak dan even, je moet misschien de hulp vragen van één mens. Het is niet dat je niet op dat eiland kunt omdat je een valies hebt, hè. Je moet gewoon even de hulp hebben van één iemand extra of zo. Dat is het probleem dan maar. Ja, maar je moet die wel rollen over het zand. Dat is het probleem. Ah ja, zo. Oké, ja, dat is misschien... Maar kijk, het is niet mogelijk, het is gewoon... Dan is het zo van, oh, nu zou het handig geweest zijn mochten we een rugzak gehad hebben. Maar we hebben letterlijk al quasi op elk eiland of elke plek geweest van... Nu had het nog handiger geweest met een valies, want dan hadden we niet helemaal nat geweest van het zweet en onze rug helemaal kapot. Ja. Het is handig een rugzak, maar een valies ook. Een rugzak is helemaal niet handig. Je meegt geen rugzak meer. Ah ja, nee, waarom heb ik dat zo verteld? Dat was helemaal niet mijn punt. Ik was dus klaar met die rugzak. Weet je, ik ben misschien ook niet zo'n light traveler. Ook al heb ik letterlijk 3 shortjes, 4 topjes en 2 kleedjes mee. En nog 2 truien. En nog 2 truien. En ik draag 5 kilo aan boeken van u. Ja, en Matt, maar ja, dat zit niet eens in mijn zak. Ja, Mats heeft nog 3 boeken van mij, die ik hier heb gekocht. Uw statief. Ah, mijn statief. Ah, misschien kan dat tandenborstel. I don't really travel that light, blijkbaar. Maar ik vind het ook niet dat ik me veel, like... Als ik normaal gezien met een valies op reis ga, heb ik echt wel veel meer kleren mee, hoor. Oké, nu zitten we met een klein probleempje, want ik wil die rugzak niet wegsmijten. Dus... I don't know of die rugzak hierin gaat passen, maar kijk, het probleem is, ik wil dat niet weggooien, want ten eerste, was ik dat ooit wel nodig heb, en ten tweede, ik heb dat gekregen van mijn mama. Dus ja, het heeft nogal veel emotionele waarde, dus let's pray dat die rugzak er ook in past. Maar ja, oh, ik ga toch niet maanden met een rugzak in een valies zitten sleuren. Zie, als ik de inhoud van mijn rugzak hierin steek, dan kan er nog een hele persoon bij. Oh my god, ik was mijn scheermesje toch kwijt, hè? Ja. Kus, ik doe maar gewoon mijn schimmel. Daar moet je niet meer mee scheren. Kijk. Als die rugzak leeg is, wil ik niet eens... leeg. Die zak zit er ook nog. Wat zit er zelfs nog in? Niks. Jawel, dat zit er nog in. Ja, rommel. Ah, oké. Dit is niet de rugzak. Nice! Oh my god, dat past er echt mee. Makkelijk. Al die knoppen. Oh my god, dat is echt goed. Ik ben wereldbeste persoon. Oh, dankjewel. Dat is het al vanaf. Eerlijk, die zakjes zijn zo handig voor te organiseren. Right? Check dit, maat. En check mijn prut, waar ik altijd een half uur mee bezig ben om in te pakken. Nu moet ik alleen die brol nog wegkrijgen in mijn toiletzak. Dat is het. Nice. By the way, kijk cool. Dat is een weegschaal zonder batterijen. Dus je moet dat zo opladen. Ken je zo van die lampjes van een Decathlon? Die zo oplaaien zonder batterijen. Dat is gewoon deze. Dus hoe werkt deze? Eerst zien dat je nu op tarast. Allee, op die knop drukken. Ja. En nu heffen. Maar van de grond even. Ja, dat weet ik. Maar ik moet terug op 0 zetten. 0. 15 zeg. Dat weegt maar 15, kijk. Oh ja, 15 en ik... Yay! Let's ik ben zo blij. Boom. Oké, dankjewel om deze vlog te kijken. Ik hoop dat je het interessant vond. Vergeet mij zeker niet te subscriben om alle vlogs te volgen. En me te volgen op Instagram en TikTok voor de hele experience. En dan zie ik je volgende week in een nieuwe vlog. Doei!